Een briefkaart uit Atje uit 1875. Daarover valt veel te vertellen. Toendertijd was het zo dat er ook al vrijheidsstrijders in Atje waren. Eigenlijk zoals dat vandaag de dag nog steeds zo is. Wat dat betreft is die geschiedenis helemaal niet veranderd. Maar het ligt natuurlijk wel wat anders. Het was zo dat het gedeelte van Atje, daar zaten nogal wat, wat de Nederlanders in die tijd noemden, zeerovers die de kust tussen Sumatra en de Britse gebieden in Maleisië onveilig maakten. En de Britten die hebben dus vaak erop aangedrongen bij de Nederlanders van zorg daar nou eens voor dat daar een eind aan wordt gemaakt. De Nederlanders die zijn er toen achtergekomen dat de Atjeërs contact hadden gezocht met vreemde mogendheden, namelijk de Verenigde Staten en Italië. En ze waren eigenlijk bang dat vreemde mogendheden dus op Sumatra, op het eiland Sumatra zouden gaan komen. En dat wilden die Nederlanders helemaal niet. Uiteindelijk, door allerlei strijd, is er in 1874, in december 1873, een grote troepenmacht gestuurd naar Kotaratja, wat vandaag de dag bekend staat als Banda Aceh, wat overigens door de tsunami is weggevaagd. Dus het heeft al een hele oude geschiedenis. Daar zijn Nederlandse troepen naartoe gestuurd. En bij al die troepen hoorde ook een veldpostkantoor. Hier ziet u een afstempeling, veldpostkantoor Atje uit 1875. Daar is nog het nodige over te vertellen. Alle militairen mochten namelijk gebruik maken van een briefkaart. En eens in de zoveel tijd mochten ze die briefkaart gratis versturen. Daar hoefden ze dus geen port voor te betalen. Alleen officieren die moesten wel port betalen. Die konden dat dan blijkbaar wel betalen. Het was maar 5 cent overigens. En de militairen, de lagere militairen, die hoefden dat niet te betalen. Die strijd, deze briefkaart is weliswaar uit 1875, maar die strijd heeft heel erg lang geduurd. Feitelijk, zegt men, heeft de Atje-oorlog geduurd tot 1904. Sommigen spreken zelfs over nog langer. Daarover is nog een prachtig verhaal bekend. De Atjeërs, dat zijn gewoon hele gelovige moslims. En zij beschouwden de Nederlanders, het KNIL, waar overigens voor meer dan 80% ook Indonesische militairen aan meededen. Maar goed, ze beschouwden de Nederlanders als ongelovigen. Heel karakteristiek is namelijk een verhaal uit 1885. Toen heeft namelijk een hoge Atjeese bestuurder een brief geschreven naar de resident van Kotaratja. Hij heeft gezegd in die brief, moet u luisteren, de Atjeërs willen wel vrede sluiten met de Nederlanders. Let op, vrede sluiten en niet zich overgeven. Er zijn sprake van vrede sluiten met de Nederlanders, mits de Nederlanders overgaan tot het Mohammedaanse geloof. Want wij vechten hier tegen ongelovigen en dat kan niet. Nou, de resident die in Kotaratja resideerde, die voelde daar natuurlijk helemaal niets voor. En de strijd ging dus verder. Maar het geeft even aan dat het eigenlijk niet zozeer een veroveringsoorlog was wat die Nederlanders daar gevoerd hebben. Ze wilden natuurlijk die Atjeërs wel onder controle brengen om rust en vrede in de omgeving te brengen. Maar het ging de Atjeërs om het feit dat die Nederlanders ongelovigen waren. Nou, een heel lang verhaal. Dit is dus een briefkaart, nogmaals, een briefkaart uit die tijd, waarin dus de Nederlanders streden tegen de Atjeërs. Eigenlijk, tenslotte wil ik dat er nog over vertellen, het is feitelijk een stukje geschiedenis, geeft ook overigens aan dat poststukken documenten zijn uit een verleden, geschiedkundige documenten. Op een gegeven moment was het 1896, toen gouverneur-generaal, hij was dat overigens nog niet, toen generaal Van Heuts naar Atje ging. Dat was een hele slagvaardige militair die op een hele andere manier de Atjeërs wilde bestrijden dan dat zijn voorgangers dat allemaal gedaan hebben, want zijn voorgangers zijn feitelijk allemaal gefaald. Van Heuts had een goede compaan in een dokter Snoekoer Gronje. Dat was een islamkenner. En die islamkenner was vermomd als Mohammedaan naar Mekka gegaan. Heel gevaarlijk, want hij was feitelijk dus geen moslim. Maar hij is naar Mekka gegaan gewoon om te kijken van,
waar denken nou die moslims over? Wat is hun gevoelsleven? Wat vinden zij belangrijk? Dus om zich te verdiepen in de Mohammedanen. Eenmaal teruggekomen in Indië heeft hij dus van Heuts allerlei informatie gegeven en heeft gezegd, je moet, als je de Atjehs wilt bedwingen, niet achter al die militairen gaan, die Atjeh-strijders, nee, waar je voor moet zorgen is, je moet de leiders, de imams, die moet je zien te onderwerpen. Als je die één keer hebt, dan heb je dat Atjehse volk. En daar heeft Van Heuts heel goed naar geluisterd en dat is inderdaad eigenlijk een keerpunt in de oorlog geweest. Hij heeft de Atjehse strijders, de leiders daarvan, hele bekende Eusteuku Umar, die heeft hij dus op die manier, zeg maar, bedwongen. Heel lang verhaal over de briefkaart van Atjeh.